Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Boven Nederland zien we niet al te veel bewolking, alleen het Zuidoosten en Noordoosten kijken tegen meer wolken aan. Vooral in het Noordoosten kan vanochtend ook een zeer lokaal buitje vallen. In de rest van het land flinke zonnige periode en slechts een paar wolken. De temperaturen lopen snel op naar 20 graden en vanmiddag wordt het nog warmer. Dan lopen de maxima uit een van 21 graden op de Waddeneilanden tot 24 of misschien 25 graden in het zuiden. Ook vanmiddag in de Groningen en Drenthe nog steeds lokaal kans op een bui. De meeste plaatsen blijft het droog. Vanavond een heerlijke zomeravond, hoewel zomeravond is misschien nog net iets te fris voor, maar toch tot een uur of 8, 9 blijven de temperaturen best aangenaam. Morgen warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden. In de ochtend in het noorden misschien wat regen, daarna lange tijd overal droog en af en toe zon. Het is minder zonnig dan vandaag en daardoor wordt het ook warmer. Morgenavond kans op enkele stevige buien. Zaterdagochtend trekken die buien dan weg, en zaterdagmiddag is het dan weer op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. De temperatuur levert wel in. Zondagochtend is het ook droog, zondagmiddag neemt de kans op een bui toe, en ook maandag kan er een enkel buitje vallen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl